Vanuit Snelstart verstuurt u eenvoudig uw facturen per e-mail. Voor elke klant die u per e-mail wilt factureren, maakt u een instelling in de klantenkaart. U gaat naar het tabblad Relaties en klikt op de knop Klanten. Links in de overzichtslijst selecteert u de juiste klant. In het veld E-mail Algemeen vult u het e-mailadres van de klant in. Vervolgens gaat u naar het tabblad e-mailadressen in de klantenkaart. Met een vinkje geeft u per documentsoort aan of u het per e-mail wilt versturen. Het aantal soorten documenten dat hier staat is afhankelijk van het pakket dat u gebruikt. Het e-mailadres in het veld Aan wordt overgenomen uit de klantenkaart, maar dit kunt u wijzigen. In het veld CC kan een tweede e-mailadres worden ingevuld. Kiest u voor factureren per e-mail, dan wordt automatisch ook de optie UBL-bestand als bijlage aangevinkt. Hiermee stuurt u naast de factuur in PDF-formaat ook een elektronische factuur mee. Zo'n zogeheten UBL-bestand bevat alle factuurgegevens en kan door uw klant worden ingelezen in zijn eigen administratie. De gemaakte instellingen bewaart u tenslotte met de knop Opslaan. Voor het versturen van facturen per e-mail is het ook noodzakelijk dat u uw uitgaande e-mailserver instelt bij de basisinstellingen.